is Corine en dit is podcast Creanelia, aflevering 26. Het is vandaag dinsdag 16 april. Het is middag. Ik zit beneden in de woonkamer. Mijn vriend is niet thuis, dus ik denk, ik ga een keer beneden zitten. Het is overal donker in huis vandaag vanwege het hele gekke weer. Het is heel slecht weer. En soms schijnt de zon opeens weer en dan wordt het weer heel licht. Maar ik denk, ik kan beter misschien een keer beneden gaan zitten. Dinsdag dus. Vanochtend was ik bij de tandarts, dus toen heb ik niet kunnen filmen. En ik mag nog een keer terug trouwens. Over 2 weken mag ik weer naar de tandarts. Het schijnt dat er een vulling begint te splijten of zo. Of begint te bewegen, weet ik veel. In ieder geval, die moet vervangen worden. En als een dag later dan die vulling die erachter zit, er ook maar gelijk uithalen en vervangen. Ik denk, ja, dan zijn we toch bezig. Niet dat ik daar nou zo'n zin in heb en zo, maar ja, wat moet, moet. Dus ik dacht, ik ga het toch vanmiddag filmen en anders zou ik het weer een dag uitstellen. Wat heb ik vandaag? Ik heb een lijstje liggen natuurlijk hier. Ik heb zo'n schrift waar ik normaal niet van alles in schrijf, maar veel vaker schrijf ik het gewoon op een lijstje. Ik heb wat af en ik heb aan het eind van deze video nog een vlogje over een uitje van ruim een week geleden toen we met mijn vriend zijn werk naar Den Bosch gingen. Dus daar heb ik wat van gefilmd, als je dat leuk vindt om te zien. Maar dan komt het aan het eind. En als je dat niet wil zien, dan kun je daarna gewoon skippen natuurlijk. Wat heb ik nog meer? Ja, een paar dingen waar ik mee bezig ben. Vorige keer vertelde ik ook dat ik met iets was begonnen dat ik zou deze aflevering laten zien. Dus dat heb ik hier ook liggen. En ik stel voor dat we dan maar gewoon gaan beginnen. Even een stokje van koffie. Ik heb 1 ding af en dat is die muts. Dat was mijn tussendoor werkje eigenlijk voor in de auto en zo. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik maak hem gewoon af. Ik ga niet zo heel vaak weg met de auto. En ik wil hem gewoon af hebben. En het is gewoon een muts voor de cadeautjesmand. Zelf draag ik geen mutsen, want die staan mij echt niet, vind ik. Dit is deels een patroon van Pearl Soho, geloof ik. Ja, volgens mij wel. Ik heb de rib gebreid met 5-recht, 2-averecht. Toen een zogenaamde short row gemaakt om te keren. Want als je dat niet doet, dan krijg je dit aan de buitenkant en dat wilde ik niet. En verder alleen maar recht gebreid. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, hij is wel groot genoeg. En toen ben ik 4 punten gaan minderen. Dit is gebreid met Signet Yarns Chunky Garen. 100% acryl. Had ik nog in mijn voorraad. Heb ik ooit een keer gekregen toen ik daar toen ik een webshop had en dat garen verkocht. En ik dacht, weet je wat, ik maak er gewoon een muts van. En ik heb een heel klein bolletje over. Zo'n beetje heb ik nog over. Ik dacht van, nou, ik red het misschien niet met 1 bol. Maar 1 bol is 100 gram. En ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel meter dat daar nou op zit. Ik dacht iets van 150 of zo. Maar ik heb het gered en ik had er zelfs nog wat over. En deze is ook een beetje beanie-achtig. Dus hij zit niet helemaal strak achter op het hoofd. Dus hij heeft nog een beetje een flap. Ik vind dat altijd wel leuk. Dus deze is af. Dus het enige dat, wat ik af heb eigenlijk. Een lekker snel project. En ik ga zeker nog een keer een muts breien. Dus die kan even daar. Dat is voor mijn stapel straks. Zoals ik het Engels filmpje ga opnemen. Wat heb ik aan? Laat ik dat ook even vertellen. De No Frill Sweater. Dit is een patroon van Petite Knit. Ik heb deze al heel vaak gedragen. En ik draag hem graag. En ik zal even gaan staan. Nou, eigenlijk doe ik altijd zo. Dan doe ik hem. Hè, dat doe je tegenwoordig. Dan stop je hem in je broek. Heerlijke trui. Begint een beetje te pillen, maar dat vind ik niet erg. Dit is gebreid met scheepjes Alpaca Rhythm. In de kleur Robotic en in Rowenfelder Tweed in de kleur Frozen. Dus 2 draden samengebreid. Echt een hele fijne trui. Ik ben heel blij met de halslijn. Zoals je ziet komt hier wel mijn t-shirt onderuit, maar dat vind ik niet erg. En ik had er eigenlijk nog liever gehad dat het zo zou zijn. Maar ja, dat t-shirt is dieper dan de trui. Maar ik draag deze trui heel graag. Dit is ook een trui waar ik onder de mouwen geen extra steken heb toegevoegd. En dat bevalt me nog steeds prima, want het is niet heel wijd. Maar ik heb toch genoeg ruimte. Mouwen zijn lekker lang. Of lang genoeg.
Ik kan niet tegen dit soort mouwen. Daar krijg ik echt de kriebels van. Ik zie heel vaak mensen, dan hebben ze een trui gebreid, een prachtige trui. En dan hebben ze van die hele korte mouwen. En ik denk, dat zit toch niet lekker? Of ben ik nou gek? Dat kan natuurlijk ook, maar... kan ook gewoon een kwestie van smaak zijn, hè, natuurlijk. Maar ik heb graag mijn mouwen een beetje langer, zodat ik zo kan doen. Ja, en dan begint echt de pillen. Nou was dit garen eerst een andere trui. En ja, die had ik een paar keer gedragen, maar op een gegeven moment heb ik hem uitgehaald. Nu heb ik te plukken, zie je dat? En ik heb het garen dus gebruikt voor deze trui. En nadat ik hem geblokt had, was het helemaal glad en helemaal fijn. Maar ja, een beetje pillen, dat hou je toch altijd. En ik vind dat toch niet erg, dat hoort erbij. Over de no frills trui gesproken, de no frills sweater moet ik eigenlijk zeggen. In mijn vorige podcast vertelde ik al van, nou, ik heb iets nieuws opgezet. En dat was dus een tweede no frills sweater. Maar met een twist. Ik zal eerst garen laten zien wat ik hiervoor gebruik. Moet ik even bijpakken, moment. Oeps. Een poosje geleden kreeg ik van Edna.nl, dat is een webshop in Garens uit Zweden, kreeg ik garens toegestuurd voor een trui en de Pippi trui. Die wilde ik daarmee gaan breien en ik heb besloten om dat niet te gaan doen. Ik wil wel die trui nog een keer gaan breien, maar dan met andere garen. Ik denk, ik wil dit garen gebruiken voor de No Frills sweater. En dat was deze, de groene. Dit is mos, geloof ik. Kleur nummer 707. Kijk of die focus, want ik heb de lamp aan. Ja. Prachtige groene tint. En die combineer ik met drie andere kleuren. Dus dat wordt een andere No Frills sweater. Met Ulrika. Is dat ook natuurlijk? Nee, het is gewone Ulrika. Bruine kleur. En die heet, geloof ik, Shifted Pale Brown. Ik gebruik deze ook voor mijn champagne cardigan van Petit Knit. Dus ja, het is nu een beetje veel, maar het is veel bruiner in het echt. Dit is beter. En dan heb ik nog deze. Ulrika Natuur. En dat is kleur wit. Dus er is een verschil tussen Ulrika Natuur en de gewone Ulrika. De gewone Ulrika is superwash volgens mij. En de Natuur is geen superwash. Dan heb ik nog een laatste kleur. En dat is Signet Yarns kleur denim. En dat is 100% pure merino. Superwash ook. Staat ook op. Komt ook nog uit mijn voorraad. Ja, nu lijkt hij heel fel. En dat is hij absoluut niet. Want dit is heel mat. Hele matte tint blauw. Ik vind het jammer dat de belichting dan net een andere kleur aangeeft. Maar goed, ik zeg, het wordt dus een no-frill sweater, maar met een twist. Want ik ga dit combineren met de Maya, met het Maya Vest. Het Maya Vest is een gratis patroon dat op de website van Edna staat. Volgens mij is het een patroon van Jerbo, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Heel leuk vest, met hier een pas met kleurwerk en onderaan ook. En ook op de mouwen. En ik heb besloten om alleen aan de onderkant het kleurwerk te doen. En de mouwen, die twee dingen. Maar de bovenkant dus niet. Dat laat ik zitten. Nou heb ik van deze bol iets van 40 gram. En dit is ook het enige wat ik hier nog van heb. Dus ik dacht, ja, zal ik genoeg hebben. In eerste instantie had ik maar 35 gram, maar toen vond ik nog een oude, ja, of een granny square of zo, die heb ik wel eens gemaakt. Die heb ik uitgehaald en dat garen heb ik weer toegevoegd hieraan, dus nu zit ik op ongeveer 40 gram. En de kleur die ik dan hiervoor ga gebruiken, ik zal even een foto laten zien van het vest, is volgens mij de bovenste kleur, de bovenste rand. Nou, het scheelt natuurlijk dat de bovenkant het kleurwerk niet doet. Dus daar heb ik al geen garen voor nodig. Dus ik kom hier echt mee uit. Ik weet zeker dat ik genoeg heb. De groene is mijn basiskleur. En ik ben hier echt een soort van verliefd op. Ik vind het zo mooi, die kleur. Ja, het zit natuurlijk nu een beetje raar op de naald. Dit is wat ik heb. Ik zal kijken of het goed te zien is op het scherm.
Hij geeft nu wat lichter aan dan hij in werkelijkheid is. Maar het is dus een hele mooie gemaleerde kleur. En ik hou ervan. Ik vind het echt een prachtige kleur. Ik brei hem op naald 4,5. Deze heb ik gebreid op naald 5 volgens mij, maar dit op 4,5. En ik brei maat. Oh, dat is verkeerde. Welke maat brei ik? M, maat medium. Ja. Even goed wordt hij dan een beetje ruim, want zeg ik dat goed? Want ik gebruik grotere naalden. Je moet eigenlijk naald 3 en 4 gebruiken. 3 en 4. Maar ik gebruik 4,5. En vorige keer had ik volgens mij maat small gebreid hiermee. Nou ja, deze is ruim genoeg zoals je ziet. Heel veel positive ease. En dit moet ook ruim passen. Die witte lijnen zijn weer live lines. Die ik erin, doe ik altijd hè, erin. Op een gegeven moment heb ik gedaan na de short rows. Dan doe ik er een live line doorheen. Want dan denk ik, als ik een fout maak, dan hoef ik me uit te halen tot aan die short rows. En ik ben nu bezig met de raglan. Die heb ik nog niet af. Ik vind dat wel mooi, de raglan. Ik wil de volgende keer eens een keer een trui maken. Misschien ook wel hetzelfde model. Maar dan wil ik de raglan 3 steken doen. Dus dan moet ik aan deze kanten minderen. Of minder steken doen. En dan bij de raglan, of dus die streep zeg maar, dan wil ik er dan 3 hebben. Kijk, dan krijg je een iets bredere rand. Ik denk dat dat wel een leuk effect is. Pardon. Dat even. Maya cardigan al vaker voorbij zien komen. En dat is echt een mooi vest hoor. Echt heel prachtig. Maar wat je daarbij moet doen is stieken. Dus je breidt de wind rond, als het ware een trui. En daarna ga je in het midden knippen. Ik durf dat nog niet. Niet met dit. Ik zal dan eerst eens een keer een proeflapje moeten breien om dat te oefenen, denk ik. Dat is natuurlijk helemaal geen verkeerd idee, maar om nu eerst een vest te breien en dan door midden te knippen, nee, durf ik echt nog niet. Maar ik zie al vaker de patronen uit de Maya cardigan voorbij komen. En dan hebben mensen bijvoorbeeld onderdelen gebruikt voor een trui of een spencer. En dat was in eerste instantie ook mijn bedoeling om er een spencer van te maken. Of tenminste dan dit kleurenschema te gebruiken voor een spencer. Maar ja, ik heb pas de Claire spencer gekocht van Camilla Vat. En die ga ik sowieso maken. Dus ik dacht van, dan ga ik deze No Frills sweater combineren met het kleurwerk van de Maya cardigan. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat wordt. Ik denk dat het wel mooi wordt met wit, groen, blauw en bruin. Ik wilde eerst nog een andere kleur bruin hierin doen. Maar dat vond ik iets te somber worden. Dus toen dacht ik van nee, er moet iets van blauw in of zo. Dus dat is een project wat heerlijk breidt. Ik vind dit garen echt heerlijk om te breien, dit Ulrika garen. Het kriebelt niet, vind ik. Het is zachter dan het Lopi. En het heeft een prachtige kleur. Dus die andere bollen heb ik wel zelf gekocht, maar dit groene had ik dus gekregen. Nou gaat dit project wel nog even aan de kant, want ik moet eerst wat andere dingen afmaken. En, ik zal dit even ingooien. Ik ben nog bezig met mijn Felix cardigan. Die moet ik even pakken, want die ligt wel op de kist. Lopi heb ik al vaker laten zien. Ook de kleur groen. Ja, ik hou van groen, dat is mijn lievelingskleur. Al merk ik dat ik wel de laatste tijd steeds vaker ook andere tinten wil gaan breien. Dit is de kleur Celery Green. Ik vind hem heel mooi. Ik weet niet al hoeveel de bol ik nu bezig ben. Nou, maakt niet uit. Pas geleden had ik hem aangetrokken. In mijn vorige podcast had ik hem aangetrokken. En toen zeiden mensen ook, Corine, die zit te strak. En dat wist ik eigenlijk al. Hij zit niet te strak bij de armschakel op zich. Maar de mouw was te strak. En ik heb op een gegeven moment toch die hele mouw uitgehaald. Ik was hem al 3 keer begonnen. Ik had hem al 3 keer gebreid. En wat heb ik nu gedaan? Volgens het patroon had ik 48 steken moeten hebben voor de mouw. Ik heb er extra steken bij opgezet. Ik heb nu 56. En hij zit prima. Hij zit helemaal zoals ik het hebben wil. Ik heb ook niet geminderd. Tot voorbij de elleboog.
ja, eigenlijk halverwege de arm ben ik pas gaan minderen. Want ik hou niet van strakke mouwen, dat zei ik de vorige keer al. Van, als ik een vest draag, moet dat niet super strak zitten, want er moet een t-shirt met lange mouwen onder passen. Of ook nog een blouse, ik noem maar iets. Dus dan heb je al gauw twee lagen eronder. En dan wil ik niet een super strakke mouw. Dus ja, nu heb ik dit. En ik ben helemaal tevreden. Dus de lengte, ja, daar heb ik niet zo heel veel meer aan gedaan. En ik twijfel nog of ik hem kort houd, dus zeg maar tot op de heupen, of dat ik er een langer vest van ga maken. Daar ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Ik denk dat ik eerst gewoon allebei de mouwen af ga breien. En dan kijk van wat voor lengte zal ik doen voor het vest zelf. Wanneer ik dit nog een keer ga breien, dit vest, want ik denk echt wel dat er nog een vest gaat komen. Dan ga ik hem breien op maat 4,5. Deze was ik begonnen met maat 6 mm. Toen ben ik gegaan naar 5,5. En de mouwen brei ik sowieso op 5, want ik heb geen 5,5 voor geen 5,5 rondbreinaaltje. Oeh, hij zit hier vast. Ik brei mijn mouwen altijd op een rondbreinaald, hè? Zo'n sokkennaald. Dat vind ik het fijnst. Maar het is op zich best heel los, de stof. Nou is dat op zich niet erg, want ik heb soms de neiging om erg strak te breien. Ik kan heel los breien, ik kan heel strak breien. De tussenin, wat dat betreft kan ik van alles. Maar ik denk dat ik de volgende keer gewoon op 4,5 brei deze. Ja. Ik vind het toch wel heel erg leuk. Ik kan ook heel goed erheen kijken. En het is gewoon een prachtige kleur. Ik hou hiervan. Ik zal hem eens vergelijken met de Ulrika. Ja, daar zie je toch wel verschil. Dit is wat robuuster van kleur, vind ik. Dit is iets groener. En allebei hele mooie kleuren. Dus ja, dit is mijn Felix cardigan. Die had al lang af kunnen zijn natuurlijk. Maar ja, ik heb ook geen haast mee. Kijk, het is nu echt herfst weer, dus ik had hem makkelijk mee kunnen dragen. Maar ik ben bezig met een testknit en die wil ik eerst af hebben. En dan ga ik dit afmaken. Maar ik ben evengoed wel heel blij met dit patroon. Het is een heel leuk patroon om te breien. Het is helemaal niet moeilijk. En ik weet zeker dat er nog eentje komt. Er is ook een trui van, dat weten de meeste mensen denk ik wel, de Felix sweater. Maar ik vind dat hij een vrij hoge halslijn heeft, echt zo. Dat heb ik al een paar keer gezien bij mensen en dat wil ik niet. Dus misschien kan ik wel een truipatroon dat ik al heb aanpassen met die, hoe heet dat, dat lees erop. Ga ik wel eens een keer uitvogelen als ik er zin in heb. Dus dat was mijn Felix. Ik spiek even mijn lijstje. Oh ja, nou weet ik weer wat ik vergeten ben. Dat vergat ik de vorige keer ook. Zal ik het even pakken? Ja, ik ga het even pakken. Aan het eind van afgelopen jaar had ik een lijst gemaakt met projecten die ik wilde maken. En toen zei ik dan van nou, zal ik hem bewaren en dan kijken wat er van terecht komt aan het eind 24. Inmiddels heb ik toch een nieuwe lijst gemaakt. Ja, met iets minder projecten erop. Of minder, ja. Want ik merkte dat ik er stress van kreeg. En ik ben ook bezig met een eigen project, een eigen ontwerp om te maken. Daar vertelde ik de vorige keer al over. En ik merkte dat ik te weinig tijd voor inruim. Want ik wil iedere keer wat anders afmaken. En dat eigen ontwerp dat duurt ook best wel lang. Want ja, ik moet het allemaal zelf uitvogelen. En als het tegen de tijd klaar is, dan vraag ik misschien wel wat testbreiers of die het willen proberen voor mij. Maar ik heb dus een nieuwe lijst. Deze. Ik heb dus een hele nieuwe lijst gemaakt. En ik vink ook af wat ik nu gebreid heb. En ik heb al één ding af kunnen vinken. Dat zijn mijn ripsokken. En ik heb nu overlaps. Dus bijvoorbeeld ik brei één ding per maand. Of ik maak één ding per maand. Of het nou haken of brei is. En als ik het eerder af heb, dan heb ik een beetje overlap met het volgende project. Dus ik ben nu bezig met
de Reverie's Tea. Dat is het testnet voor Herb Garden Knitwear van Hannah Lubin. Een zomertruitje en breik met katoen. Durabele nummer 8 in heel donkerblauw. Het is, ja, op het scherm zie ik nu weer heel fel blauw. Is het niet, het is echt heel donkerblauw. Mensen die mij een beetje volgen en kennen, die weten dat ik niet van felle kleuren hou. Dus dat ga ik ook beslist niet dragen. Er zit natuurlijk een bepaalde druk achter dat truitje, want het moet af. Nou, ik heb het, de deadline is half juli, dus ik heb nog even tijd. Maar voor mijn gevoel heb ik nu zoiets van, ja, ik wil eerst dat truitje af hebben en dan mag ik verder met alles wat ik nog wil doen. Want ik wil van die deadline af. Nee, niet van die deadline, die druk. Er zijn mensen in de groep, we zitten dus in een groep van testbreiers, die hebben dit al af. En ik denk, hoe dan? Hoe krijg je dit zo snel voor elkaar? Want het patroon vraagt om naald 3 mm. Ik brei met 3,5. Dus eigenlijk, ja, ik ben al een maatje omhoog gegaan. Maar dit duurt zo lang voor mijn gevoel, dat ik, om dit te breien, het schiet niet op. Ja, zo voelt het een beetje. Dus ik wil niet zeggen dat ik er genoeg van heb, dat is niet zo, maar het is net als met verbouwen, zeg ik wel eens, weet je wel. Je bent hem aan het verbouwen en je zit hem in de rotzooi en je ziet geen vooruitgang. En dan opeens gebeurt het. Dan denk je van, hé, we zijn al zover. Nou, ik had net het truitje even op onze kist gelegd. We hebben een hele grote, ja, is het een boekenkist of, ik noem het altijd de kist van Loevestein, maar goed. En toen zag ik van, hé, ik ben toch wel een beetje opgeschoten. Dus dit is wat ik tot nu toe heb. Even kijken hoor, het is nu de voorkant en de achterkant. Even spieken, ja, zo moet je. En er zitten kattenharen op. Want ik heb altijd, tegenwoordig komt Saar heel graag mij op schoot zitten als ik aan het breien ben. Dat deed ze vroeger nooit. Maar als je denkt, je bent met iets donkers aan het breien, dan is het een heel goed idee dat ik bij jou op schoot kom zitten. Dus dit heb ik nu, ik heb gesplitst voor de mouwen. En voor mijn gevoel bleef ik maar dit stukje houden. Maar opeens gaat het sneller. Dus het is een zomertruitje. Dit past. Ik heb alleen dit stuk een keer gepast. Dus over mijn, dit stuk over mijn hoofd. En dat ging prima. Ja, dit past mij zeker. Ruim. Er zitten dus eyelets bij de boorden. En die komen ook bij de mouwen straks. Het zijn natuurlijk korte mouwtjes, dus dat gaat heel snel. En ik dacht gisteren nog van, als nou dit bolletje op is, zal ik dan eerst een mouw breien. Maar misschien dat ik toch maar gewoon eerst het lijf ga afmaken. Dan is het grootste gedeelte gewoon af. Ik ga het truitje toch zeker nog een keer breien, denk ik. Want op zich wil ik wel wat zomertruitjes hebben. En dit patroon is heel makkelijk aan te passen. Ik denk niet dat ik de volgende keer ook die eyelets zal doen. Maar misschien bijvoorbeeld iets met streepjes of zo. Hè? Wit en blauw of ik noem maar iets. Of wit en groen, ik noem maar wat. Ja, wat ik mooi vind. Zoveel katoen heb ik trouwens helemaal niet in mijn voorraad. Maar dit is denk ik ook heel lekker met merino. Ik heb van die bolletjes katoen met merino. Wol met katoen mix. Die zocht ik. Daar heb ik ook nog garen van. Dus daar kan ik makkelijk nog zo'n truitje van breien. En dan wordt hij iets warmer natuurlijk. Ja, dit is katoen, dus het zal ook gaan groeien als ik het geblokt heb. Met wassen wordt katoen vaak toch wat wijder, vind ik. Maar op zich vind ik het gewoon een leuk truitje. En ja, ik hou van blauw. Donkerblauw staat volgens mij bijna overal op. Ja, op spijkerbroeken, op witte rokken, broeken, beige. Dus ja, opeens zie ik vooruitgang. Leuk truitje om te maken. Het is helemaal niet moeilijk. Ik zit dus in die groep voor testknitters en ik lees wel eens feedback van andere mensen. Ik heb nog geen enkele opmerking hoeven te plaatsen van ik snap het niet of wat bedoel je hiermee, nog niet één keer. Ik heb afgelopen week een keer een opmerking in die groep geplaatst en dat was eigenlijk puur om te laten weten van ja, ik ben er nog. En ik heb maar gezegd van ja, alles gaat tot nu toe goed. Ik heb nog geen vragen, ja. Dat eigenlijk. Maar ik heb echt nog geen enkel dingetje gezien waarvan ik dacht, nou, ik snap er niks van. Nee, dit is echt super simpel. Heel goed beschreven.
Hanna heeft 18 maten voor dit truitje, dus dat is heel veel. Er zijn veel maten. Volgens mij noemen ze dat tegenwoordig size inclusive, geloof ik. Dat heb ik eigenlijk nooit helemaal goed begrepen, want ja, hoe groot of hoe dun is iemand? Ja. Allerlei maten, ja. Je kunt het natuurlijk ook een beetje aanpassen, denk ik. En ja, dit is echt wel de moeite waard. Volgens mij komt dit patroon uit eind juli, als iedereen klaar is. Nou ja, we hebben tot half juli de tijd, dus dat is best wel ruim. En daar ben ik wel heel blij mee, dat we die tijd hebben. Pas geleden had ik dan die Spencer gemaakt, die slipover van Rebecca, van Journey Through Yarn. Kregen we ook zoveel tijd. Nou, dat vind ik zo fijn. Die deadline is 20 april. Nou, het is nog niet eens 20 april, kun je nagaan. Dus ja, dat is heel fijn dat Hanna gewoon een goede deadline geeft voor mensen die wat meer tijd nodig hebben. Dus dit is mijn Reveries Tea. Leuk truitje, echt een aanrader. Ik zag dat haar andere patroon, de Tulalu Tea. Ik weet het niet, ik zal het hier op scherm zetten of hier onder beneden in de links. Die is ook al uit en die verkoopt ook goed. Dus dat zou ik zeker eens naar kijken als je dat wil. Als je het leuk vindt. En dat is een truitje dat breien van beneden naar boven. Nou, ik ga dat patroon niet kopen, want ik wil alleen van boven naar beneden breien. En dat is dit. Dus ik heb nu echt ontzettend veel zin om dit gewoon af te maken. En om dit van een lijstje af te strepen. En dan, wat is het volgende op mijn lijst? Ik heb voor april de Reveries Tea staan en mijn eigen ontwerp. Mijn eigen ontwerp loopt gewoon het hele jaar door. Want ik weet niet hoe lang ik daar tijd voor nodig heb. En als ik de Reveries Tea af heb, dan mag ik de Felix Cardigan afmaken. Nou, dat gaat ook al voorspoedig. En dan de No Frills Maya Sweater. Die noem ik maar even zo, want dat is die combinatie. Die staat voor juni op de planning. En ik heb het vermoeden dat dat al eerder af kan. Dat ik daar eerder mee verder kan. Ja, ik wil echt proberen om het aantal projecten dat ik heb wat te minderen. Want ik trap iedere keer in die val. Dan wil ik iedere keer iets nieuws beginnen. En dan op een gegeven moment krijg ik er stress van. Dan zit het me in de weg. Dan heb ik gewoon te veel. Ik zat pas een podcast te kijken van iemand. En volgens mij was het die Finse dame. Van, die ook altijd met haar support chicken zit. Hoe heet ze nou? Finish Stories. Je had zoveel projecten liet ze zien dat ik het er zelfs benauwd van kreeg. Letterlijk benauwd. Ik kreeg daar stress van om daarna te kijken. Nou, dat is echt erg. Dat ik stress krijg van een andermans projecten. Nee, dus dat wil ik niet. Ik wil niet zoveel projecten hebben. Ik wil nog wel wat dekens afhaken en zo. Maar dat zijn allemaal dingen die, die nemen de tijd of die hebben de tijd. Er is ook een andere reden waarom ik wat projecten wil afmaken en ze wat meer gestructureerd en geordend heb opgeschreven. Maar daar vertel ik een volgende keer over. Dus dat is een cliffhanger, hè? Dus dat houdt het nog even spannend. Ja. Heb ik nog meer op mijn lijstje? Oh ja, ja. Ik heb nog wat gekocht. Foei. Ja, ik heb wat gekocht. Ik had tegen mezelf gezegd dat ik geen patronen meer mag kopen, maar om dezelfde reden dat ik dus, die ik nog later ga vertellen, vond ik dat ik mezelf mocht trakteren. Moment hoor, even kijken of ik kan. Dus ik heb een patroon gekocht. Het is een patroon van Jennifer Steingas. Vorige week had zij haar patronen in de aanbieding. Ik weet niet eens meer om wat voor reden, maar elk patroon, elke dag had ze een patroon en dat was dan 50% korting. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe het. Ik doe het gewoon. En toen heb ik deze gekocht. De Avena. Nou, dat is een heel populair patroon. Ik heb natuurlijk de Sea Change sweater gemaakt van haar. Waar ik gemixte gevoelens over had. Hey, daar komt weer zon. Vooral met de boord die ik toen uitgehaald heb. Maar goed. Ik weet nu inmiddels hoe ik goed short rows kan breien en deze boord zit ook best wel hoog, zoals je ziet. Misschien dat ik dan gewoon wat extra short rows aan de achterkant
draaien. Want mijn haar hangt er toch voor. Of ja, nu dan niet, maar ik kan inmiddels alweer een staartje in. Want ik wil niet een hele strakke halslijn. Dat vind ik gewoon niet fijn. Maar ik vind hem gewoon zo leuk. En ik heb hem al een paar keer gezien, deze trui. Een keer bij de ontmoetdag van Trui de Baas. Een paar mensen hem aan. Ik heb hem ook als een vest gezien, ook heel mooi. Nou, ik ga echt een trui van maken. En ik zie op de chart, hier zit de chart, dat zij drie kleuren gebruikt. Dus dit, die veertjes, ja, of die varens, ik noem het maar varens. Dat verloopt van kleur, dus van donker naar licht. Ik weet niet of ik dat ga doen. Misschien dat ik gewoon één kleur daarvoor ga gebruiken. En ik weet ook nog niet welke kleur. Ik heb best nog wel wat ledlopie. Grijs sowieso, lichtgrijs heb ik nog. En ik heb diverse kleuren ledlopie nog. Want ik denk wel dat ik deze ledlopie ga breien. Dus ik moet even kijken wat ik daar mooi bij vind. Ik dacht ook grijs met wit, maar dat valt weg. Het wit met grijs is gewoon te klein kleurverschil. Ik heb ook nog wat blauwe. Dat lichtblauwe waar ik mijn livresque vest van heb gemaakt. En dat vest ga ik uithalen, heb ik nu echt definitief besloten. Want het is te groot. Of de pasvorm is niet goed. Hij zakt iedere keer van mijn schouders af. En dat vind ik heel irritant. En nee, dat ga ik uithalen en dat gaat waarschijnlijk gebruikt worden voor de Sunday cardigan. Maar dan nog heb ik genoeg garen waarschijnlijk om zo'n Avena trui van te maken. Of alleen de varens. Ja, dat zijn toch varens of niet? Of ben ik nou gek? Ja, wat vind je? Kan je dat zien zo? Oh, dat is wel heel fel. Ja, zo. Mooi hè? Dat is prachtig. Het lijkt heel ingewikkeld en dat is het volgens mij niet. Maar deze heb ik nog niet eens op mijn lijst staan. Nou ja, die komt ergens achter in de winter. Heeft geen haast. Dus dit heb ik gekocht. Dit patroon. En ja. Misschien is het ook wel leuk als we in de winter met z'n allen deze trui gaan breien. Een soort knittelom of zo. Nou, dus dat komt de hele tijd wel. Eerste zomer nog. Dus dat is wat ik gekocht heb. Heb ik nog meer gekocht? Nee. Volgens mij was het dat wel, geloof ik. Ja, ik zie staan mijn uitje in een bos. Ja, wij waren dus vorige week zaterdag, niet afgelopen zaterdag, maar de zaterdag daarvoor in een bos. Voor mijn vriend's werk. En we gingen toen eerst verzamelen in een café, Café Sink heet het geloof ik. Ja, bossenbol eten. En ik had van tevoren al uitgezocht hoeveel calorieën er in een bossenbol zitten. Dat is dus 550 calorieën. En ik probeer wat af te vallen. En op zich gaat dat wel goed, want ik doe een beetje aan intermittent fasting. Dus s'avonds niet eten, nou werkt perfect. En ik denk, ik ga niet die bossenbol nemen. Maar denk je, ze zetten gewoon die bossenbol voor je neus neer. Dus ik kon eigenlijk al niet nee zeggen. Ja, had natuurlijk wel gekund. Maar ik heb hem niet helemaal op. En vroeger zou ik die hele bol opgegeten hebben. En ik heb ongeveer 100 calorieën laten liggen op bord. Maar het was wel erg lekker. Ik bedoel, dat zijn de enige echte bossenbollen. En wat gingen we daarna doen? Oh ja, we gingen de Sint-Jans-kathedraal bezoeken. Nou, en dan kon je helemaal naar boven. Er is alleen één ding. Ik ben zo claustrofobisch als een deur. En we moesten die hele smalle torentrap op. En er was één iemand, die moest als laatste, en die moest dan ook de deur op slot doen. En ik hoorde dat. Ik zeg nou, ik wil eerst kijken hoe smal die trap is. En ik heb geen hoogtevrees. Absoluut niet. Dat boeit me om niks. Maar ik zag dus die trap. En dan het idee dat die deur achter ons op slot ging. En dat ik dan geen kant uit kon. Ik zei, ik blijf wel beneden staan. Nou, aan de ene kant vind ik het heel jammer. Want ik had graag het uitzicht willen zien. Aan de andere kant dacht ik van, het zal wel. Ik ben gewoon om de kathedraal heen gelopen. Heb wat gefilmd. En ik ben op de kathedraal ingeweest. Prachtige kerk. Kathedraal en ik vind die oude grafsteen al zo mooi. Ja, die hebben gewoon wat. Dus ja, dat was toen, dat hebben we toen gedaan. En we zijn nog over de binnendiezen wezen varen. Dat was echt heel leuk, vond ik. Dat is heel mooi. Op een gegeven moment kwamen we ook ergens onder. Het was pikdonker. En dat noemen ze geloof ik ook het helle gat of zo. Nou, dat weet ik niet eens meer.
Maar de lamp ging uit en dan... Ja, dat vond ik één moment even niet zo heel prettig. En ik ben niet bang in het donker. Dat niet. Maar het gevoel van opgesloten zitten. Dat maak je mij echt heel ongelukkig mee. Maar goed, die tocht was echt hartstikke leuk. Dat is echt een aanrader. En we hadden prachtig weer, hè. Dat was dus die zaterdag dat het 25 graden was. Ik bedoel, hoeveel geluk kun je hebben voor een bedrijfsuitje? Ja, daarna hebben we nog geluncht. Nee, voor die boottocht hebben we nog geluncht. Toen een boottocht. Daarna eten. Dus we hebben heel veel gegeten. Het was eigenlijk een dag met af en toe, met veel eten en af en toe een pauze erdoor. Oh ja, en toen iedereen die toren inging om de Sint-Jan te beklimmen, ben ik gaan shoppen. Wat ik al gezegd had, ik dat sowieso wilde, want we gingen in twee groepen. Wij waren als eerste groep en dan hadden we nog wat tijd over. Achteraf ben ik blij dat ik niet meegegaan ben, want toen had ik iets meer tijd om te shoppen. Want ik wilde heel graag naar zuster Renegrene en Dille en Camille. En die zitten tegenover elkaar in een bos. Dus dat hoe ideaal wil je het hebben. Op dat moment vond ik dat gewoon even belangrijker dan de Sint-Jan. Sorry voor de bossenaren die hier nu kijken. Maar... Dus ik heb daar wel het een en ander gekocht. Ik heb, wat heb ik allemaal gekocht? Ja, van die blokjes voor met van cederhout tegen de motten en zo. Ik heb wat etherische olie gekocht. Ik heb wat van die flesjes gekocht waar je dat met zo'n stuivertje. Waar je dan olie in kan doen. En ik heb er spijt van dat ik niet nog van die 5 van die flesjes heb gekocht. Maar ja, volgende keer weer. En ja, voor de rest heb ik niet zoveel gekocht geloof ik. Nee, ik ben het even kwijt. Ik weet niet meer. Oh ja, een koekvormpje van een bij. Dat vond ik zo leuk. Ja, ik bak graag koekjes en die bijen. Ik zag hem liggen, zo'n bij. Oh, die heb ik nog niet. Dus dat heb ik even gedaan en toen weer verzameld en gingen we ergens wat drinken en dan die boter bij de binnendiezen. Dus daar heb ik het een en ander van gefilmd en als je het leuk vindt om te zien, dan komt dat nu hierachter. En verder heb ik denk ik niks meer, nee. Ja, ik vergeet vast wel weer wat, zoals altijd, maar dat is niet erg. Dat komt de volgende keer wel. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. Ik wens je een fijne dag en een fijne week en graag tot de volgende keer. Tot ziens, doei!
precies in de schrijfkoers. Ja. Dus dat trok het publiek aan. Het stadje groeide als kool. Maar ja, er kwamen de Hollanders, die waren jaloers op ons succes. Iedereen wilde plunderen en platbranden. Dat waren voornamelijk de Leuzenaren. Dat wij concurreerden dat vestingstadje kapot namelijk. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen. We hebben gesloten, dus het is allemaal weer goed gekomen. En men, de hertog van Brabant. Hertog is eigenlijk afgeleid van heer of tsoe, oftewel legerleiding. Dus een hertog is eigenlijk met zijn hertogdom, die verdedigt dus dat gebied met naam van de koning of de keizer. Dus waar we straks langs nog waren. Maar het stadje groeide als kool en men begon buiten de stadsmuren te bouwen. De Sint-Jan werd ook buiten de stadsmuren gebouwd. Niet veilig, niet slim vanwege de Romeinen en de plunderaars. Dus men vroeg op een gegeven moment aan de hertog boven de stad. Het was niet veilig vanwege het hoge water
en allerlei plunderaars. En alle waterwegen binnen die stadsmuren werd toen binnentriezen genoemd. Maar ja, door ruimtegebrek, waar deden de bossenaren om dat ruimtegebrek op te vangen? Dat zien we altijd in het lijn. Ja? Ja, hebben we enig idee waar we zijn? Gemeentehuis. Waar? Nee, ik weet het niet. Het gemeentehuis. Nee. Oh, dat komt nog. Vugtestraat, zijn we. Oh, ja. Nou, hier, daar rechts van ons, dat is de Parkstroom, is opengemaakt door de gemeente. Althans, een stukje om, ja, een beetje de illusie, puur toeristische ideeën. Want vroeger was de binnendienst bijna 17 kilometer lang. Daar is slechts 3,6 kilometer van over. Goochelaar heeft een uiltje in zijn mandje, samen met het balletje. En licht hij het publiek op, dat gebeurt nog steeds met balletje. Ja. En zakkenrollers die konden de slag slaan. Deze muur is niet zo dik in de tijd van puin en boog, maar wel heel hard. Dus met even een extra hoogte schouwers om het zonnetje een beetje van. Jullie gaan naar links geweest. Is altijd een groot klooster geweest van de Bulgaren. Bij de inname van.